En dan zeggen heel veel mensen dat ze dit vindt zo belangrijk, fijn om te horen. Want dan vroeg ik nou, dan vraag ik al elke mens, een persoon die op raad gekeken hebben, heb je iets van geleerd? En dan hoor ik zoveel mensen ja zeggen. Dus de aflevering heb zoveel. Super tof dat je kijkt naar Gloedeel Vlog. Mijn naam is Jan de Pak, zoals iedereen weet. En er ligt nog steeds een beetje sneeuw op de weg. Maar dat hebben jullie vast wel gezien. Maar het is een code rood aangegeven. En ik zie jou uit. Dus heel apart. Maar ik dacht ik ga eerder lopen, maar dat valt eigenlijk reuze mee. Hoe glad dat is of hoe code. Dan vraag ik al waar is de code rood voor? Want eigenlijk is code rood aangegeven vandaag. Ik ben benieuwd, ik vraag me af waarvoor het nou is. Dus maar ja, sneeuw lag er al, dus glad was het sowieso al. Dus we vragen alleen af wat er voor code rood is. Maar ja, het begint wel te niezen nu. En ik ben lekker onderweg naar mijn werk om lekker te werken, om nu te werken. En laten we dat sowieso vandaag doen. Lekker werken. En dan kijk ik naar buiten en zie ik alle sneeuw nu allemaal dooien. Want het is buiten wel wat warmer dan normaal. Volgens mij is het 2 graden, geloof ik. Als ik goed heb. Ik kan het niet over zeggen eigenlijk nu. Maar ik ben nu even lekker een bakje koffie aan het zetten. Ben ik nu aan het doen. Heb ik hier ook pets in gedaan? Volgens mij wel. Dus, dat heb ik soms wel eens, vooral vanochtend. Wou koffie zetten. Toen ben ik wakker gebeld door mijn vriendin. Ik heb 1 keer, voor mij of 2 keer of 3 keer, 2 keer of 1 keer niet gehoord. En ik krijg gewoon mijn binnen. Ik krijg ook, moet ik vandaag doen of morgen. Dat ik even voor Gaia moet even bellen. Dus ik ga nu in ieder geval even lekker koffie zetten. Ik ben nog bezig met editen. Waarschijnlijk dat jullie hebben gezien dat het vlog wat later is. En kijk hoe het zo'n sneeuw anders smelt. Wou ik net een afspraak maken voor Gaia en krijg ik net al dat 1 uur pas open gaat, dus over een half uurtje. Dus ik probeer gewoon om 1 uur te bellen of later, 2 of zo. Maar ik ben nu met de tweede bakje koffie bezig, derde bakje trouwens. Al derde bakje koffie en die bloem die daar staat, is Sanne vergeten mee te nemen. Dat kan Sanne geven die daar staat namelijk. Maar ja, kan gebeuren. Ik zei nog van als je vergeet komt wel nog wel een keer. Nou, dus dat komt de volgende keer. Hey Gaia. Boef. Dat is zo'n lief beestje. En ik heb trouwens voor mensen die het niet afvragen, heb jij ook een cadeautje gekregen? Ja, dat is deze plant die hier staat. Een hartje. Dat is een vet plantje namelijk. Ik ga voor de zekerheid een klein beetje water geven. Al is gisteren water gegeven volgens mij. Ja, gisteren. Dus ik ga ik even water geven. Hoppakee. Klaar. En dan kan ik weer daar neer. Zet ik hem weer daar neer. Je moet in ieder geval lucht hebben en even te kijken. Net. Nu zie ik te kijken. Ligt hier allemaal plas. Maar ja. Komt dat kraan weer op staan natuurlijk. Maar ja. Kan niet anders zo. En ik zie echt dat het aan het smelten is. Dus sneeuw. Zo raar om te zien eigenlijk. Maar ook wel apart, daar kan ik ook er gelijk over hebben, is dat door... Wat ga ik nou over hebben? Ja, al door de kou dat de batterijen op zo'n snel leeg gaat van mijn camera bijvoorbeeld. Ik heb wel eens gehoord van onder YouTubers, zoals Enzo, dat juist heel veel door de kou GoPro, oké, dat kan ik begrijpen. Maar camera's, dat merk ik voor nu voor eerst mee. Dat snel leeg is. Of ik film het te groot te veel. Dat kan ook nog. Half uurtje over een uur even voor Gaia bellen. Als ik niet ga vergeten natuurlijk. En ik weet hoe ik zelf ben. Ik kan wel vergeetachtig zijn. Namelijk. En daar had ik toevallig grappig met mijn collega over gehad. En ik vroeg nog of ze had gekeken. Ze had mij afvliegen gekeken. Maar. En dan zeggen heel veel mensen dat ze dit vindt zo belangrijk. Fijn om te horen. Want dan vroeg ik nou, dan vraag ik al elke mens, een persoon die op raad gekeken hebben, heb je iets van geleerd? En dan hoor ik zoveel mensen ja zeggen. Dus de aflevering heeft zoveel impact gehad. Eigenlijk.
Dat vind ik zo belangrijk eigenlijk om te weten. Ik ga niet op dat... Dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste waar mijn uitzending op tv is geweest. Hoe eigenlijk ligt zo'n packing. Het gaat niet om dat ik op tv in beeld ben geweest, maar het gaat er om wat personen. Dus daar dat wil ik even bij kwijt. En ik zit lekker achter je computer te wachten. En waarschijnlijk hebben jullie al gezien dat vlog later online is. Misschien hebben jullie het al op media gezien. Dus ik ga nu even lekker op mijn telefoon mijn filmpje kijken. Eigenlijk, want de computer kan niet, omdat... En mijn vlogs in de render zit en dan moet internet uit, vandaar. Ik kreeg trouwens vrijdag, was ik trouwens nog vergeten te melden, dan kreeg ik een appje van mijn collega en toen kwam er dit in. Toen had ik, ik stuurde een appje van ik heb je kluisje verbeterd. En wat kreeg ik toen in beeld? Oh, mijn telefoon. En dat was dit, dat kun je hier zien. Dus dat was er en typisch mijn collega's, hè. Echt van je collega's moet je laten letterlijk hebben. En ik ga nu lekker een bak koffie drinken en ik zit te kijken naar buiten. Maar ja, wat een bagger weer. Als je zit te kijken. Ik weet niet of jullie kunnen zien zo. Nattigheid, alleen maar nat. En helemaal, ja, voor mij is er gewoon temperatuur. Ik ben benieuwd wat de temperatuur is. Ga ik zo meteen kijken op mijn telefoon. Wacht even hoor, als ik even een koffiepet kan krijgen. Ja, dankjewel. Zo. Dan ga ik toevallig even kijken wat er weer is. Van buiten. Lekker op een gemak zit je filmpjes kijken op je computer. En ze begint eentje te mouwen, want die wil eten. Ja, kan je? Ja, je wil eten, hè? Hé, hey. Wil jij eten? Hé. Hey. Nou, laten we dat even voor hem gelijk doen, hè. Even eten geven. Kijk. Dan zit hij te springen, hoor. Dan zit hij te springen, hè? Ja. Eten? Heb je voorkeur wat je wilt? Hé, hey. Heb je voorkeur? Nee? Of ja? Oké. Okay. Ja? Heb je geduld? Zo te zien niet. Dan laten we maar even geven. Hoppakee. Oh, weet je, ik ga het heel slim aanpakken. Ik tel tot 3, dan is je eten gevuld. 1, 2, 3. Papa, kijk dan hoe snel ik kan toveren, jongens. Dat is niet normaal. Maar er zit eentje te springen, hè? Hè, Ganja? Eet smakelijk, jongen. Maar ik kan ook zo goed toveren, trouwens, dat ik gewoon licht aan kan zetten. Dus ik tel tot 3. 1, 2, 3. Hoppakee, dat doe ik gewoon even, jongens. Dat doe ik gewoon even. Ja, ja. Ik heb gewoon magische handen. Dat heb ik tegen je helemaal niet verteld. Maar dat heb ik tegen jullie nooit verteld natuurlijk, dat ik gewoon zo'n magische handen heb. Maar, ja, ik ga ook niet verklappen wat mijn geheimen zijn. Want zo is ook niet leuk. Want weten jullie het ook, mijn geheim. Dus daarom. Ik ga het ook niet uitleggen, het is gewoon niet leuk. En, ja, ik hou het gewoon hierbij. Sorry, helaas. Maar ja, ik ga even lekker wachten tot ik met mijn groep kan de eten kan halen. Dus laten we dat even doen in ieder geval. En, ik heb best wel trek. Ik ben benieuwd wie er allemaal eigenlijk zijn. Ik ga nog even kijken wie er nu zijn. Of ik kan zien. Ik vermoed echt dat diegene er is met... Wie er zijn. Ik heb moeder wie er vandaag zijn. Maar durf ik niet te zeggen. Maar ik kan één nog wat ik dadelijk op terug kan komen. Dat ik alleen kan zeker weten dat ze het zijn. Ik heb al eten opgehaald bij de groep en dat is lekker. Ik weet niet wat het is, maar er zit in ieder geval nu groente in. Sla. Gehakt zo te zien. Ik weet niet wat het allemaal is, joh. Maar ik zit ook te bedenken, hoe ga ik dit eten? En er zit ook eentje te gluren. Hè? Boef. Hè? Hier ben je eten. Ik vraag al ook of ik deze alle drie opkrijg, hoor. Maar ik ga het zien. En anders kan ik hem invriezen.
in ieder geval de koelkast leggen. Kan ik morgenmiddag eten of zo, zeg maar wat. Dus het komt helemaal goed. Dus ik ga kijken hoe ik dat erop ga eten. Laten we even... Ja, ik zit te denken, zou ik laten zien hoe ik het nog ga eten of niet? Nee. Weet je, ik ga maar even in ieder geval eten genieten. Dus laten we dat doen. En oh, kijk. Kijk. Ja? Mag dat? Ja, mag dat? Nee, hè? Nee, hè? Dat mag niet. Dus blijf. Echt een ongelofelijke boef, jongen. Als ik echt niks zeg, dan gaat hij echt van eten. Echt letterlijk en figuurlijk. Je moet echt of hem slaan of zo. Ja, ik doe hem even niet, want hij doet niks iets fout, dus vandaar. Maar ik moet hem echt slaan of tenminste slaan, niet echt letterlijk, maar een tikje geven. Of in zijn nekvel pakken, doe ik ook wel eens. Maar doe ik nu niet, omdat hij nu niks gedaan heeft natuurlijk. Maar dan pas ruist hij. Dat is eigenlijk, hoort niet, vind ik. Zo, wat heb ik lekker letterlijk zitten smullen, zeg. Maar die Ganja zat ook helemaal te focussen naar mijn eten. Die beest. Oh, dat is er eentje hoor. Die Ganja. Maar ik ga in ieder geval even afwassen. Onderzoek niet per se natuurlijk. Hier wel. Deze niet. Want die is wel schoon. Dan ga ik heel even hier neer. En dan ga ik even snel even afwassen. Moet er even gebeuren. Ja, en dan ga ik even afwassen. Laten we dat nu doen. Tada! Het is helemaal weer gedaan. Alleen even lekker hier op drogen. Dus laat ik dat even doen. Er zit ook een bord van begeleiding bij. Laat ik ook even lekker drogen. Nu lekker relaxen achter de pc. Computer dus. Ik ga lekker me klaarmaken om naar mijn bed te gaan. Want ik heb net even met Rick lekker geweest te bellen. Die is alleen niet. Nou, laten we zo zeggen. Die heb ik gezorgd dat die was onderweg. En die is nu al uur thuis bijna. En ik word de hele tijd geappt en ik heb vaak plagen. Ik heb hele leuke verhaal trouwens gelijk erbij te zeggen. En de verhaal is, ik zit wel eens met zus van Rick te bellen en met Rick erbij. Zullen we lekker een telefoongesprek te houden. Maar dan zeg ik, vraag ik wel heel vaak, hoe laat ga je slapen? En ga je laatst bla bla met over slapen, weet je wel. En dan blijf ik de hele tijd doorgaan. En nu... Na al die tijden dat ik haar heb gepakt, heeft ze mij teruggepakt. Nou snap ik de... Dus weet je, elkaar plagen. Weet je, plagen kan, maar op een moment is het al een keer klaar. Maar dat is allemaal gebeurd. En nu staat ze de hele tijd mij te plagen daarmee. Wat ik best wel grappig vond. Maar ja. Dus. Maar wat ik ook nu wel gelijk wil zeggen, is dat ik gelijk vlog wil afsluiten. En dat ik weer jullie allemaal bedanken wil van kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe zo of zo. Joh. Even blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Oh, even de rest jullie relaxen. En dan is het gelijk weer 10 uur. 9 uur toch? Ja, 9 uur geworden. En dan denk je, ja, wat ga ik doen? We gaan gewoon even lekker relaxen. Ik ga ook klaarmaken om lekker bed in te gaan. Ik heb een beetje YouTube zitten.